Welkom bij een nieuwe aflevering Orde van de Lotus Genie. Nou, we gaan dus vandaag zand halen. En mijn bedoeling is dat om bij die desert village te doen. En ik heb allemaal slijps opgehangen. Dus dan gaan we kijken hoe effectief het is. Je ziet wel de lijnen, maar je ziet die dingen zelf niet. Het is een hele constructie, want je moet er ook gewoon langs kunnen lopen, want ik verdwaal nog alles en dan kom ik bij een andere portal uit en dan is er geen minecart. Dus ja, het is wel een herrie die Sanio wel. Die ging niet helemaal goed. En dit is ook niet. Die ook niet. Die wel. En die wel. En die wel. Oh. Mijn minecart is gejat. En natuurlijk. Zo gaat het altijd. Nou ja, goed. Oh, het duurt erg lang, want ik ben een poos niet geweest. Oh, fijn. Het is ook alweer terug. En het regent. Fijn, het regent. Nou, zoals je kan zien, ik heb alle schapen losgelaten. Weet je nou te brommen, man? Maak dat je wegkomt. Zo. Het is ook een beetje donker aan het worden. Hier is het droog, daar regent het. Oeh. Man. Eens kijken of mijn bed er nog staat. Ja, mijn bed staat er nog. Nou, ga ik eerst maar eens monsters neerbij. Dat is natuurlijk die pigman. Fijn. Maar daar heb ik wel wat op gevonden natuurlijk. Zo, dat was een beste inslag. Tjonge. Nou, lekker. U kan only sleep at night. Nou, natuurlijk. Oh, het is dag. Even mijn potje mee. De indicatie waar mijn bedje staat. Zo. Toortsen er weer in. Ik heb er natuurlijk niet zoveel, maar ja, ik heb ook niet zoveel nodig. Ik heb hier nog een paar luidjes rondlopen. Nou, dat is het dan ook wel. Twee heb ik er nog. Ach ja, wie weet vind ik nog eens een keertje wat hier. Maar ja, ik heb nu geen potion bij me. Het is verder rustig hier. Hè, schaapje? En ja, die hebben natuurlijk niet, die hekken hebben geen functie meer. Maar ik moet hier nog overheen zien te komen. Ja.
En dan gaan we eens eventjes wat zand halen. We beginnen gewoon een beetje ver weg. Zodat het in ieder geval vanuit het dorp er nog redelijk natuurlijk uitziet. Nou, ik kan volgens mij hier rustig beginnen. Want als ik dit zo zie, dan mag er wel even een trapje naar beneden. Oh, dat is zandsteen. Die moet ik eigenlijk ook hebben. Ja, en ik even denk ik, 64, dat is mijn stek is 64. Ik hoop niet dat er een creeper of zo geraakt is door. Ik heb er niet zo heel veel zin in. Maar ik neem gewoon flink wat mee. Dat kan ik wel even vullen. Dat heb je toch al gauw met die schep. Klein beetje te laag ligt en je hebt gelijk de hele boel gemaaid. Zorg dat ik niet tegen de cactus aanloop. Want ik moet natuurlijk nog aardig wat kijk, hoeveel heb ik er? Ik heb nog ruimte voor iets meer. Komt u maar. Hoeveel heb ik nu? 61. Ah, ik kan nog wel wat meenemen. Dan heb ik in ieder geval voldoende zand even. Want waarschijnlijk ga ik in de boerderij ook wel iets met zandsteen doen of zo, denk ik. Lijkt me wel heel leuk. Kijken, 23. En ik wil hier ook niet te lang blijven. En dan heb ik alvast een mooi voorraadje. Kijk, de zon gaat alweer zakken. Dan ga ik zorgen dat ik weer wegkom. Oh, wist je dit trouwens al? Als het goed is, geeft het nu een stokje. Het is mooi als je stokjes nodig hebt. Ja. Ja, de. Zo. Ik moet zorgen dat ik wegkom. Want de mobs zijn er echt niet vriendelijker op geworden hoor. Ja, goed. Als je zo'n kaart speelt als Across the Time, dan... Hé, hey, dacht dat ik hier een hek had.
Ja, hier. Dan weet je dat heus al. Ja, hè? Dus als dit moet hij lang laden. Kijk, we hebben er weer een. Nou, ik heb hier... Help eens even. Come on, zo lekker is wat. Ik heb hier geen kist aan. Dus ik heb ook geen minecart bij de hand. Dat betekent dus dat ik terug moet lopen. Dan ga ik kijken hoe effectief het lopen is. Want ik heb natuurlijk een behoorlijk... een rare weg aangelegd. Kijk, ik kan hier in ieder geval tussendoor. Nou, en dan moet ik hier langs. En dan moet ik hier langs. Dat is ook echt geweldig. Daar heb ik goed over nagedacht toen ik die rails aanlegde. Maar ik heb gewoon geen zin om die rails opnieuw aan te leggen. Daar heb ik gewoon geen zin in. Ik ben wel blij dat ik de rails aan, daar bij die brug aan de andere kant heb gelegd. Dan voel ik me iets beter beschermd met lopen. Oh ja, fijn. Waar is mijn boog? Daar is mijn boog. En dan hangt hier echt altijd één rond. Echt altijd. Dan hangt hier altijd één rond. Die is daar. Ja. Helaas kan ik zo geen kerstdier krijgen. Altijd raak met die stomme lui. Maar goed, dit geeft me wel wat meer beschermingsgevoel. En ja, ik was ooit van plan om dit af te maken. Maar ja, ik kwam er gewoon niet van. En hier moet ik maar een nieuwe minecart neerzetten. Heb ik er eentje van bij me? Jij. Even kijken, wat kan ik hier kwijt? Ik kan er net een prik. Dat wil ik hier eigenlijk niet kwijt. Even denken. Wat zal ik hier eens kwijt? Ik denk dat dit wel een slim is. Zo. Die kant op. Ja. En dan ben ik blij hoor met mijn ondergrondse tunneltje. Altijd een beetje laggy als ik uit de portal kom. Maar goed. We gaan het gewoon afmaken. En als ik zover ben om... even kijken... Ja, 8, zo, ik heb in ieder geval 64, laat ik maar wat extra doen. Hier zit niks bijzonders meer in, wat ik op dit moment nodig heb, dus ik doe er nog één. Zo, en de rest stop ik in de kist. Even kijken, zand, sandstone. Zand. Zo, zand. Zand. Ja. Dit gaat in de nether junk natuurlijk. Die heb ik nodig voor de hekken. Oh, dit is obsidiaan. Dit is voor een portal. Even kijken. Die heb ik nodig voor de hekken.
er moet nog heel wat hekwerk bij komen. En hier hou ik altijd 4 van over. Zo. Wat ik nu natuurlijk wel had moeten doen, is eigenlijk niet zo handig wat ik nou heb gedaan. Want ik heb nog een heleboel spullen bij de portal liggen. Waarom ga je niet weg? Dat dacht ik. Dus dat ga ik ook maar even ophalen. Tja, en terwijl ik mijn spullen aan het opruimen ben en andere spullen aan het ophalen ben, zie ik dus dat de armor hier ook van verdwenen is. Dus nou ben ik toch wel heel erg geneigd om even boven te gaan kijken. Want volgens mij had ik daar ook al het een en het ander opgehangen. En dat heeft dus toch te maken met die snapshot. Oh ja, dat moet ik ook nog steeds doen. Oh, kijk, daar is er een. Had ik hier een armbestand? Nee, hier heb ik geen armbestand. Hup. Hé? Dat is gek. Nou ja. Dit hangt er in ieder geval nog wel. Dat is niet verdwenen. Ik moet dit echt allemaal nog doen. Mooi, hè? Mooi plafonnetje zo. Wat luxe, hè? Zo'n plafonnetje. Maar goed. Hier is ook niks. Dan moet ik maar eens even bij de dokter gaan kijken. Dan zal die zijn armbestand ook wel kwijt zijn. Met zijn werkpak. Maar ik ben wel blij dat dit er is. Ik hoop toch nog eens een keer dat ik een witte vind. Dat er op een of andere manier mogelijk is om een skelet zijn kop te laten vallen. En zoals ik al vreesde, de dokter is ook zijn pak kwijt. Dus dan moet ik hem een nieuw pak geven. Niet aardig. Is dat echt totaal niet aardig? Nou ja. Goed. Ik heb even kijken wat voor moment van de dag het is. Het is een goed moment van de dag om wat te doen. Ik heb nog eventjes een paar dingen plaatsen. Voordat er weer van alles en nog wat. Oh ja, ik hoor het alweer. Het zit hier beneden natuurlijk ergens. Nou ja. Wel extra opletten. Ik heb natuurlijk een poosje in Peaceful gezeten, want dat is zoveel makkelijker werken als je zoveel moet doen. Als je steeds opnieuw maar weer, nog 3. Dan neem ik die wel. Zo. Kijk, weer glas gaan halen. Als je steeds weer opnieuw alert moet zijn. Maar ja, er zit hier natuurlijk ook van alles en nog wat onder. Het is al mooi groen, hè? Het is echt al mooi groen. Ja. Ja, ik ga nog wel iets met die groene ruimte doen hier natuurlijk. Hè? Even het gras maaien. Ja. Nou, dat ziet er aardig goed uit.
denk dat ik er hier ook maar een paar neer moet zetten. Hier heb je natuurlijk wel licht vandaan. Ja. De dame met de hoepelrok. Nou. En dan ga ik nog maar even kijken of de leliebloemen, de lilacs, de lilalen eigenlijk. Oh, ik zie het gelijk al. Die zijn alweer weg. Het is toch wel een raar iets dat die hoogbloemen vanaf je eigen terrein steeds verdwijnen. Dat is echt een rare. Oh ja, daar kan er wel wat bij. Zo. Leg nog maar een paar eitjes erbij. Lekkie. Yeah. Nou. Hier zit nog steeds in. Het zijn er toch al 52, dus dat is mooi. Dat zijn er 54, dat is ook mooi. Dus even kijken, waar had ik... Ik heb een heleboel botten. Dan laat ik het zomaar doen. Ik heb altijd genoeg, hoop ik. Het valt nog wel tegen, hè? Zo, hier erbij. 2, 3. Die eruit. Zo, nou, dat kan er niet eens meer bij in. Nou ja, goed. Ik heb voorlopig even glas genoeg. En dan gaan we dit afmaken. Zal ik buiten omlopen? Zal ik daar langs lopen? Nee. Nou, toen nou. In ieder geval, zolang het nog daglicht is, maak ik er maar gebruik van. Kijk, daar heb je wel leliën. Dat blijft wel gewoon staan. Dus dat is eigenlijk iets wat ik niet zo heel erg goed snap. Ja. Blijf ik toch een raar iets vinden. Kijk, het licht verandert hier. Klik, 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 klik. Wat? Ging die nou aan? Het is toch gewoon dag? Huh? Even checken hoor. Ja, hij staat gewoon op groen. Raar. Hallo, grappig varkentje. Echt raar. Nou goed. Het is maar goed dat je 's avonds het verschil goed kan zien.
handig. Dat was niet helemaal gepland, maar het kwam goed uit. Hup. Ja, de zon zakt alweer lekker, hè? Dus het is wel een beetje doorwerken. Ja. De andere serie. Ja, ik ga vast nog wel meer lampen plaatsen. Dat was ik tenminste wel van plan. Dus gewoon doorvoeren, alles doorvoeren. Alles hetzelfde. Dus, nou, dat is gebeurd. Hè. Dat ziet er aardig goed uit. Lijkt mij ook. Nou, eigenlijk kan deze ook al weg. Zal ik het met de schep doen? Kijk hoe lang dat duurt. Tjonge, jonge, jonge. Net zo goed met het ding kunnen doen. Nou ja. Zo, ga de boel even opruimen. En dan ga ik afscheid van jullie nemen. Dus ja. Even kijken. Wat had ik hiermee gedaan? Dit zit hier nog in. Dit mag daar. Glas. En die. Dat kan daar. Zo. Ik heb nog steeds een trapdeurtje voor de skeleton spawner. Had ik maar besloten om dat te doen. Ik heb nog aardig wat steen bij me voor om bij de nether neer te leggen. Zo. Even kijken. Dit doe ik hier zo lang even in. Zo. Waar is de rest gebleven? Zit dat er allemaal in? Oh, hier. Hier word ik niet blij van. Hier word ik niet blij van. Doe ik die maar even bij de goodies. Zo. Nou. Dan ga ik weer verder. Dus. Nog even kijken. Ja. Het zonnetje daalt. De dag is om. De aflevering is voorbij. Jullie, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dan doen we weer meer. Dag.